Hallo dames en heren, sorry, Brananasa familie, bhaino or bhaino, welkom bij deze live. Ik ben hier bij Waterwoods, dicht bij het stuurmeer, wees de mensen, bij Waterwoods, dicht bij het stuurmeer. Dames en heren, het heeft lang geduurd, alvast mijn verontschuldiging, ik kan niet live gaan hier vanwege die internetverbinding. Kan je niet live gaan, je ziet dat als er iets is gebeurd in Suriname. We zijn zo'n geweldig land. Niet eens een behoorlijke digicel en telesuur. Ik moet jullie zeggen, hier moet ik jullie zeggen, sorry, 0,000,000. Jammer. Dames en heren, Slimmy is hier om u te op de hoogte te houden wat er zich afspeelt. U moet het niet alleen van de overheid. We zien dat NCCR en de overheid, ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, we zien dat een ministerie van Volksgezondheid, al deze ministeries, de werkarmen van de overheid, eenzijdige informatie aan u geeft. Aan alle de ministerie die zitten, maar ik geef wang informatie nu ook toe. Je moet kiezen ook toe voor een trasma. Eén ding wat ik hier heb, dames en heren, het heeft 2 uren lang geduurd om deze plek te bereiken. Puur, weet u waarom? Ik zou zeggen, na 2 uur lang af was Midorjana Waterwoods. De mensen hebben iets te verschuilen. Want toesma in het dorp, jaso, de mij kibri was aan. Want man van het dorp komt hij, gimme, slimme. Awatra, next no de awatra. Dus je ziet dat die ondernemer een greep heeft op de mensen. De ondernemer heeft een greep op dat systeem. Dat betekent dat de man zijn rokoja, na een verderfelijk spul, die zometeen we konja. Je ziet dat de mij controlanti. Je ziet dat Amandi Sandoa Sanja in controle Lanti. En in een mooi woord zeggen we, de onderwereld is komen te staan en is komen bepalen voor de bovenwereld. De onderwereld bepaalt voor de overheid in Suriname. Houd dat vast. Dames en heren, laten we hier beginnen, Sint-Pietje. Dames en heren, u ziet, ik heb mijn hazmat pak, mijn handschoenen, oké? Mijn hazmat pak en mijn handschoenen. Oké, het heeft geregend. Er vindt geen vergassing plaats, verdamping van die calciumoxide. Dames en heren, we praten hier over calciumoxide. Oké? Ja, tot Sint-Pietje? Dat is het. En straks gaan de mensen meer daarover vertellen. En dames en heren, natuurlijk is het een zeer verderfelijk chemisch spul. Ik ga gewoon lezen wat op de verpakking staat voor u zo meteen. Dames en heren, nu zie ik iets hier gebeuren. Ik zie al deze IBC-tanks. Ik ga eentje openmaken. En ik ga u zeggen wat erin zit. Ik vermoed dat het geen benzine is. Oké? Ja, het is benzine. Dames en heren, dit is diesel. Oké? En deze tanks zijn voor diesel en gasoline. Oké? Dus laat maar. Oké, coconator. Dames en heren, ik heb een hele operatie hier. Hier ontdek ik een hele operatie. Het heeft verschrikkelijk geregend. Ik denk dat de bodem hier ontzettend is gecontamineerd op dit moment. Er is een verschrikkelijke contaminatie hier. Sowieso, want je ziet pakken open, zakken open. Dames en heren, dit is calciumoxide. Het is ook bekend als ongebluste kalk. En dit hebben ze gebruikt om de mensen, de massamoord, toen de Europeanen de mensen hebben vermoord op Marienburg, hebben ze dit gebruikt, ongebluste kalk, hebben ze het op de lijken gegooid. En het vreet de lijken en nooit meer heeft men de lijken gevonden. Dan weet u dat. Ongebluste kalk. Laten we lezen wat dit product zegt, dames en heren. Laten we lezen met elkaar. Volgt u me. Oké, dames en heren. Dit product, ik zie een Spaanse vertaling. En ik zie een Engelse vertaling. Oké? Dit product komt uit Honduras. Spaans sprekend land. Het is een Spaans sprekend land. Sint-Pietje corrigeert me hier. Ze helpt me. Laten we de Engelse verpakking, de Engelse een omschrijving van hoe je met dit product moet omgaan. Oké? Voordat ik dat doe, als ik in een big bag, dit is 1000 kilo. Dit is 1000 kilo, is een ton. Ik zie hier, ik kan het niet tellen, maar als ik daar moet beginnen, ik schat hier een
Ik schat hier een 50 ton. Ik schat hier 50 big bags. Hier moet om en bij 50 plus meer. Tussen de 25 en de 50 ton. Dames en heren. Tussen de 25 en de 50.000 kilo moet hier zijn op dit moment. Ik weet niet hoeveel reis is wegverscheept. Gegaan. Dus dat betekent dat dit komt hier bij de landing en het wordt met de boot meegenomen. Ik vermoed dat het voor scallions wordt gebruikt. Ik vermoed dat. Omdat het op het meer wordt gebruikt. Oké? Het kan ook voor anderen dat er, omdat ja, je kan op het meer niet echt, heb je geen goudvelden. Die eilanden zijn niet zo groot. Ik vermoed dat dit voor scallions wordt gebruikt. We praten hier over om en bij een 50, tussen 50, ik ga straks proberen te tellen hoor. Maar ik schat nu tussen de 25 en 50 ton. 1000 kilo. We werken mee. De Janonoede. In de regen en in de zon. Oké. Ik hoef een paar beschermingsmiddelen nog niet aan te doen. We gaan naar de vooravond. Is cool. En we krijgen geen verdamping van gassen van deze calciumoxide. Laten we de mensen weten wat dit is. Kom. Ojido, ojido de calcio, oké, okay? Ojido de calcio, sorry dames en heren, het is 1250 kilo, oké, okay? Kan je een foto van me maken, ik ga het bedrijf bellen en vragen, wie deze heeft gekocht, ik zie die naam. Ik ben bezig een video te maken. Oh, je kan bezig een video. Je kan gewoon een foto knopen. Oh, het kan niet, no? Nee, toch. Oh, oké. Okay. Okay, straks maken. Dames en heren, straks zal ik een foto hiervan maken. En contact maken met het bedrijf. Dames en heren. Laten we lezen wat hierop staat. Het is een product. Het komt uit Honduras. Handling and storage. Dit betekent de... Hoe je met het product, met dit product moet omgaan en de opslag. Hoe je ermee moet omgaan en de opslag. Personal protective equipment, PPE, is mandatory, is vereist. Gebruik bescherming safety glasses. Use a 10U particulate respirator. Dat is wanneer je met dat product omgaat, dames en heren. Theo rokkenang, theo handling, dus bij het verplaatsen. En gelooft u me? Ik denk niet dat ze daarmee hebben gewerkt. 10 uur particulier. Niet gewerkt. Use leather gloves. Kijkt u, ik heb leather gloves aan. Oké. Okay. Safety boots. Kijkt u hier. Safety boots. Heavy cotton cloths. Dit is een hazmat. Ik heb volledige hazmat aan. Op dit moment. Dit behoort tot hazmat. Ik heb het gekocht voor hazmat gebruik. Zetie heeft ook eentje aan. Oké. Okay. During its handling, tijdens het transport en tijdens opslag, tijdens het handelen van dit spul. It avoid to contact with incompatible chemistries. Dames en heren, hiermee, het mag niet in contact komen gedurende de transport en tijdens gebruik met niet verenigbare chemicaliën. Oké? En je kunt dat zeggen, bijvoorbeeld dingen als dingen als kalium, dingen als chloor. Oké, chloor. Bijtende stoffen. Sterke zuren. Sterke zuren. Sterke zuren. Mag er niet mee in contact komen. En water. En het belangrijkste, strong acids en water. Dit mag niet in contact komen met water, omdat het een verbindingsstof is. Dat betekent, dit verbindt, deze stof, calciumoxide, verbindt zich alleen met andere chemicaliën, chemische stoffen. Nanga watra anai woko. Overstaan je? Oké. Hier staat. The calciumoxide must be handled in a perfectly closed container during the operation of work and routine. Dat betekent, dit vergiftig spul, dit chemische spul, dient uitsluitend getransporteerd
en bewaard te worden in een gesloten container. NCCR, meneer Jerry Slijngaard, sorry. This is not personal. Don't take it personal. But NCCR is 0,0. Jullie, uankirde jukasmaja. Uankir buskondreja. Lanti, Chandrika Persat Santoki, Ronnie Brunswijk. Nakir uankir buskondre. Moet de gemeenschap hier doodgaan? Alleen maar dat jullie gewin uit goud willen halen uit het stuurmeer? Want hier staat geschreven. Oké? During its handling, it avoids the contact with incoming incompatible chemistries like strong acid and water. The calcium oxide must be handled in perfectly closed containers during the operation of work of routine. Hey, une versta Engels, no? Zij me kugas koro. Bravo, zij me kugas koro, code to code. Zij me kugas. Ina bij Apoans, maar voor vertaling, meneer Jerry Slijngaard, kolonel Slijngaard, with all respect to you. Kunnen de mensen van u geen Engels lezen? En kijk hier, gewoon hier. Ik ga dit sturen, dames en heren, deze reportage ga ik sturen naar de internationale milieuorganisatie. Ik ga een rechtszaak aanspannen tegen de overheid van Suriname via al deze internationale milieuorganisaties. Daarom ben ik hier de hele freaking dag op straat. En die bewoners van dat boeskondresma, uno schrijft me, begrijp uno. Uno want hij me per asande. Omdat we kies money, dat van me moest je op uno. Van one jeppie, if uno one jeppie. Oesrefi. Laten we doorgaan. Stoor calciumoxide in gesloten, gezielde containers en droog in een goed geventileerde koude ruimte. Ver bewaren van andere chemicaliën en oxidanten, zuren, materialen, agents, organic water en fuels. Kijk hier wat erop staat. Ja, bij gebruik moet je een bril aandoen, handschoenen en een masker. Dames en heren, het regent hier. Het regent hier. Laat me kijken. Het regent hier. Ongelooflijk. En kijk die backpack hier open. Oké, die backpack, het wordt nat. Dames en heren, dit is verschrikkelijk. Oké, wat wij hier gaan doen vandaag. Wat ik hier ga doen vandaag, dames en heren. Ik ben gekomen met Sintisha. Nu aan het kijken, dus maar. Voel Brunswijk, Aladdin Basha, kapitein, Basha kapitein, Aladdin Sama, Miwa Luku, Eva Watraja, fuck up, Waluku Eva Watra, fuck up Gi Unu, Sami Denk sowieso, oké, dit is naar Dagublad, dit is naar Dagublad, en dit is naar Water Hyacin. Oké, okay. Dit kan water hyacin. En moet ik op Chiwatra, want ik heb een laboratorium. Komende week krijg ik wat spullen uit het buitenland, ga ik zelf het water testen. Want je weet, de overheid moet je niet vertrouwen. Oké. Okay. Dames en heren, wat ik nu ga doen, ik ga met deze spullen zijn gezicht. Breng die emmer. Mag die lampen van die auto uit, anders blijf ik ook hier. Als die lampen van die auto. Oh. Oké. Zet die kom maar. Wat ik ga doen, dames en heren. Ik zie hier. U begrijpt. Dat calcium. Dit is geen cyanide. Laten we dit direct uit de wereld helpen. Dit is geen cyanide, maar calciumoxide. Oké? En laten we het zeggen, maar het hoeft niet zo te zijn, al is het geen cyanide, maar dat betekent niet dat er geen cyanide in het water is. Maar dat gaan we testen, maak jullie druk maar in.
Dames en heren, ik ben hier. Ik ga wat water nemen. Ik ga dit vullen. En ik wil zien of die Dagoblad hierin gaat overleven. Omdat theoretisch weten we dat al deze chemicaliën, die dus die zuurstof, het water zuurstofarm maakt. Het blokkeert die zuurstof. Oké? Die hele zuurstofgehalte gaat het eigenlijk blokkeren. En wat ik wil doen, ik ga deze teil vullen en hier laten. En dan kom ik zondag terug om te kijken of die dagoblaad in staat is hierin te overleven. We gaan kijken. If I did it, dat betekent anobumo, awatranobum. Oké, en dan ga ik hier. Ik krijg deze week wat apparatuur. Dames en heren. Branagasa. Met kiesie apparatuur voor buitenland. En dat moet komen bakken, dat moet marka watra. Oké? Moet marka watra. Dames en heren. U moet één ding weten. En begrijpen. Chemische contaminaties. Oké? Chemische contaminaties. Waar kan video dit moe? Lang op tjizo. Maar een belangrijke informatie. Oké, dames en heren. Chemische contaminaties kan je niet... Eigenlijk haal je ze niet meer uit het milieu. Gewoon zo. Je hebt weer een ander chemische proces nodig om dat proces op te lossen. Omdat chemische processen lossen elkaar op. Oké? Schoolkinderen, studenten, ga je binas goed lezen. Chemische processen lossen elkaar op. Dus, indien het cyanide was, dan zou je een chloor kunnen gebruiken, bleach. Maar kijk er meer hier. Hoe ga je bleach hierin gooien? Asano Rocco. En nog een andere stap. Alkaline. Alkaline en chloor zou je kunnen gebruiken om cyanide op te lossen. Is weer een andere chemische reactie, maar laat dat. Dat is nou een moeilijk les. Maar in deze praten we over calciumoxide. Laten we nu gaan, Sintisha. Dames en heren, Sintisha, wijst u even. Ik ga even snel die water hyacinth halen. Sintisha, wijst de mensen dit. Mensen, kom maar aan. Blijf kijken. Oké, kom. Mensen, ik ben er. Dames en heren. En dit is die boy. Dit is iets waar ik verschrikkelijk hoop op heb. Dit is iets dat hoopgevend is. Oké? En eigenlijk, het verbaast mij waarom ik dit niet zie hier in de lake. Op het meer. En dit is waterhyacint. Waterhyacint is een verschrikkelijke, belangrijke, natuurlijke filter. Ik heb waterhyacint gebracht, dames en heren, omdat El zou die dagoblaad niet overleven. Maar kijk, deze boy trekt ook giftige stoffen uit water. Dus, ik ga het water testen, en ik ga het water uit het meer testen, en zondag ga ik het water hieruit testen. En dan wil ik kijken wat deze waterhyacint na een week heeft gedaan. Wat eigenlijk als, kijk, laat me zeggen, dit probleem moet anders maar. Oh, normaal is dat probleem ja op. SWM normaal is een goede op. Abiyamofo, normaal is een goede op. Noasma normaal is een goede op. Mino takidat mina gado, miano gado. Nanga a genade voor gado, nanga a kennis, mino ben spijbel. Dus mi aba kennis. En dan moet proberen met karoko. No, een oplossing. Dus een opgos don beerdooi. Een beerdooi te karoko. Oké? We gebruiken water hyacinth. Oké, mi poeren kide uit a gotrafel, omdat is ikba. Mi go poeren naar noord. En dames en heren, als dit kan overleven, oké, wat ik denk, dan zouden we hier op het meer water hyacinth eilandjes kunnen zetten. Oké?
We zouden waterhyacint eilandjes kunnen zetten. Ik bedank Sintische. Ik bedank alle vrienden van Slimmy. Alle vrienden van Slimmy bedank ik. Die meehelpen. Want zonder jullie hulp. Het is moeilijk, het is zwaar in het land. Maar toch hebben jullie wat bijgezet. Want dit is niet gratis. Oké, alleen de zon en de regen komt gratis. Wat ik ga doen, dames en heren. Ik zet dit hier in een tel. Om te kijken. Gaat hij voor ons overleven? Want wat, we kunnen de natuur. Eenmaal ulibisma porinka ba. Uporinka. Uporinka. Uporin. Dan kunnen we een beroep doen. Op de natuur. Om ons. Eenmaal uporin dat toch gado elukunu via de natuur. Om dit op te lossen. Maar wat betekent. Dat het een behoorlijke aanpak nodig heeft. Al deze bladeren kunnen gewoon gaan in het meer. Met de poridrapje. Oké. En heeft den gro, den gro. Oké. Dat is het en met zo'n water die afzet op het meer. En dat zorgt voor filtering voor het water. Oh, dat is wel een goed. Dames en heren. Ik heb mijn handen gewassen. In vies water. Ik ga me straks reinigen daar binnen met Sintische. Ik heb dit zo voor jullie gebracht. Behoorlijk veel calciumoxide daar. Regering, Buskondre, kapitein, Gramang, Gramang, voor Buskondre, kapitein, voor Buskondre, Basia, voor Boko Pondo, met Takiangau, Uno Waktilanti, Asaya no Bun Sefi Sefi, Asaya Kameku Dede, Mabafiri Eke Lek de Mawa Ruyu uit, Asasa Deja Ruya Her, a 50 ton Saja, Ay Ruyu Alamala uit, Ay Kiwala Ja. Ay kirung. Wala malo dede. Dari man kan gerit van go to. Dames en heren, visie. No amtje in sribasref in de shija. Het kan niet, ja toch Sintische? Normaliter te itapu ja. Normaliter. Hey. Oké, Sintische. Dames en heren. Normaliter te itapu ja. Da je shi. Kie visie. Dames en heren, niet eens tot de beren. Oké, laat me even daarover praten, Sintische. Ga ik eindigen. Dames en heren, Buskondre, uno no goi begrijp als hij zo boe. Niet het af van hem leggen uit. Na heb je me safe aan ga Sarantongo, Kiso Moxi, Saramakans. Dames en heren, Uyeno, waliki mi boe. Haika, haika. O kans, haika, haika. Metaigo. Wetaki. Aher. Ecologie, als dat nou moeilijk zijn, maar ecologie, want dat is afasi fa busi, watra, fisi, meti, plantjes, grasi, worong, todobere, vlinder, we kijken ecologie. Brugopondo apwa valt mooi, maar toch wang apart naar een ingewikkeld ecologie. En moet tijgi samsi ja noto. Dat heel ecologisch systeem is verstoord. Dames en heren, is niet iets van morgen of overmorgen. Maar als je mensen hebt die niets anders dan pindapeultjes en doppen in hun hoofd hebben. En niet weten, als je beleidsmakers hebt, mensen die in beleid en bestuur zijn, die pindapeulen in hun hoofd heeft in plaats van hersenen. En wanneer je niet bij die regering bent, dat tel je niet. En kijk hier, 50 ton. Een calciumoxide. Oké, ik ga een apart filmpje maken en sturen voor mijn mensen van de Wereld Milieuorganisatie, Internationale Milieuorganisatie. Want ik ga u zeggen, ik ga samen met de bewoners, al willen ze niet, ik ga een rechtszaak internationaal aanspannen. Van waar dat product, hoe dit product hier in het milieu staat. Het gaat Suriname een grote moedervlek, bloedvlek laten. Als dit er naar buiten komt. Dit kan niet. Overheid. NCCR. Waarom hebben jullie dat spul niet weggehaald? Buskondre. Hoe is het in Rokobuntu nou? Dit is maar voor Buskondre. Dit is maar voor Bronsweg. Hoe is het in Naiwoko nou? Asaya. Tamataman om Djedjamo. Maar omdat u vindt chiso pinda. U vindt chiso olie. U vindt chiso zoutmeti. U vindt chiso habulabu. En dat we tapu mofo. We kira. Mino dede.
Mino, oh, dat ik even van water een foto vergeef dat ik moet dede. Mino, dede. Mijn familie, mijn gezin, no, dede. Alles maar, mijn familie, libi. Na, unu ja, o dede. Loon toe. En wat dede, boem snel toe, jere. Wat kies je in uw probleem? Ik kies je. Om eens aan in oma sribi boem. You in zee beren, you hat you. You maho hat you. You lever, you pancreas. Om een probleem, yo kies je. Dames en heren, ik probeer jou aan jou te komen. Sinti je meko wakagwa fesie? Dat ook kaba. Noa man, ga door met begi taki noa man of fase asaya. Oké. Ik heb een beetje meer water. Hoppa, kim moro water als ik kiezen. Ik poweri dat ook niet. En just stop it met beri. Asa je drijf san. En nu want de janga ja. De van samsa, unabi epi. Want de smajer na dorpu no koye puno. Want de belukanga bigi aikba. En plasan tak de koye pi. Dat kijk eens aan het grote ongenaaien. Alsof je, terwijl zij het geld hier verdienen. Op een malafide manier. Akaba? Ja. Nou, voor deel? Nog een beetje. Nou, hij loopt over. Ja, dan kan je bij die zetten. Oké. Het loopt al niet. Hé, nu kun je even zien, Sintje. Nu kun je. Moko, even Sintje, nu kan ik het niet meer. Die laatste moeten al die gewassen worden. En al die kleding, alles gaan we in een vuilniszak zetten. En dan gaan we het verbranden. Hé! Hey! Shit! Ik ben weer in dezelfde gat gegaan. Ik ben stress, dat moet liever onder die show. Oké, make over. Oké, dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Nikona kaba fatu bio. Fatu bio. Nu weet ik. Dames en heren. Oké. U hebt het gezien, het regent, dames en heren. Ook op, boem, alleen ook op, hoe nogmaals, hier, ik zie geen enkele hazard, geen enkele radioactieve bord, geen enkele S-hazard aanplaksel. Hier is gewoon een gecontamineerd gebied. Zwaar gecontamineerd gebied. Ik ben zeer teleurgesteld. Ik kolonel Slijngaard, zeer diep teleurgesteld. Ik denk dat kolonel Slijngaard ook de bomen niet meer ziet door het bos. Bij deze regering. Dames en heren, u ziet het hier. Oké. Hier in deze, dat zitten zijn lichtmotoren. Dit is een levendige handel. Dames en heren, Branangassa. Met Aigu de Buskondresma. Bronzisma. Na dede wo dede. Hier is een hele big bag. 1250 kilo, kijk hier. Gewoon, calciumoxide, kijk hier. Niemals, goed zo. Niemals, jullie allemaal. Eerlijk waar. Dit kan niet. Dit ga ik wijzen aan alle internationale organisaties. Kijk hier, Sintje Zoemen. Kijk hier, dames en heren. Calciumoxide, wat niet in contact mag komen met water. En het loost, nu het regent. En daarom is het, dames en heren. We praten hier van een ontzettende, is een milieustoornis van ernstige omvang. Calciumoxide, gewoon zo in het milieu. Die truck, die dozer, die loader, kijk daar. Die loader heeft het gewoon verspreid. Nee, ik ga je eerlijk zeggen. Minister Natuurlijke Hulpbronnen. Minister Dassai, je bent pas gekomen. Maar ik ga je zeggen, je bent er pas, oké? Kopoer Dassai, even mijn parkeerje. Minister Natuurlijke Hulpbronnen. Minister Volksgezondheid, u moet direct bedanken. Trakondre, jullie moeten direct opzouten. Kijk wat jullie doen met het binnenland. Maar ik heb het vastgelegd voor het buitenland. Oké. Maak een foto van me. Maak het uit. Dames en heren, dit is calciumoxide. Het is ook bekend als ongebluste kalk. En dit hebben ze gebruikt om de mensen, de massamoord, toen de Europeanen de mensen hebben vermoord op Marienburg, hebben ze dit gebruikt, ongebluste kalk. Hebben ze het op de lijken gegooid. En het vreet de lijken en nooit meer heeft men de lijken gevonden. Dan weet u dat, ongebluste kalk. Dames en heren. Calciumoxide of ongebluste kalk. Kijk hier, hiermee kan je massa moorden. Hiermee kan je genocide plegen. Alleen in het land waar Chandrika Prasad Santokhi
aan het bewind is en Ronnie Brunswijk. Ongebluste kalk. Dit hebben de Europeanen gebruikt. Tijdens de slaventijd op Marienburg. Om de mensen daar, om ongebluste kalk te gooien op de mensen die ze hebben vermoord. Tijdens de moordpartijen daar. Dan bent u op de hoogte. Ciao. Sma, dames en heren, ik ga hiermee afsluiten. De regering Santokki Brunswijk heeft getoond dat ze hier in staat is een land te regeren over lijken heen. Dit bedoelt men wanneer regeerders politici. U mensen, de Djukasama, de Semise Djukasama, op potje de Smafunu, Samuluku Belang. Maar de go, de kan dit trouw dede en de Mekemonitapu dede Sma. Hier gaan ze over lijken heen. Kijk hier, dit is het bewijs. En dit gaat ze hun hele leven lang achtervolgen. Want het volkslied zegt dat we moeten doen al wat goed is te betrachten om het land waarde te geven. Is dit goed? Is dit goed? Is niet goed. Ik wens jullie een slapeloze nacht toe. Ciao.